Hoi, ik ben Nienke de Jong en vandaag ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe kan het dat de banaan in dit potje er zo uitziet en dat een zelfgeprakte banaan altijd zo snel bruin wordt? Ik ga op zoek naar ouders die misschien wel het goede antwoord weten. Zeg, hoe kan het nou dat de banaan in dit potje er zo uitziet en dat een versgeprakte banaan altijd zo snel bruin wordt? Ik denk dat er wel rotzooi zoals kleurstoffen in zullen zitten in dat potje. Ik denk dat ze er allerlei stofjes aan toevoegen, dus het lijkt mij niet heel natuurlijk. Misschien dat de conserveermiddelen iets doen, dat zou kunnen. Ik ben nog niet veel wijzer geworden en dus denk ik dat het tijd is dat ik naar Zoetermeer ga. Op naar Manouk van Nutritia, want die weet alles. En dit is Manouk, voedingskundige bij Nutritia. Manouk, hoe kan het nou dat de banaan in dit potje zo anders van kleur is dan de banaan in dat schaaltje? Hele goede vraag. Maar het is eigenlijk heel eenvoudig uit te leggen. Het fruithapje wordt namelijk eerst kort verhit en daarna wordt het vacuüm afgesloten in een glazen potje. Hierdoor is het potje langer houdbaar. En een voordeel daarnaast is dat de inhoud niet kan verkleuren omdat er geen zuurstof bij kan. Want van zuurstof verkleurt je eten? Ja, dat klopt inderdaad. Wanneer we een hapje zelf maken, komt het in contact met zuurstof. En dan kan het makkelijk verkleuren, ook andere fruitsoorten. Dat zul je ongetwijfeld zelf ook wel eens gemerkt hebben bij fruit. Bijvoorbeeld deze appel, die heb ik 10 minuten geleden doormidden gesneden. Maar je ziet nu al helemaal dat die bruin aan het kleuren is. Er is natuurlijk continu zuurstof om ons heen. Ja, dit ziet op zich wel herkenbaar uit. Dus echt geen kleurstoffen? Nee, de kleur van onze groente- en fruithapjes is echt de pure en natuurlijke kleur van de ingrediënten die gebruikt worden in de groente- en fruithapjes. Oh, wauw. Nou, ouders, weten we dat ook weer.